Ja, waar hebben we naar gekeken de afgelopen tijd? Ja, was het de Studio Europa of was het de jongens van VI? Dat was natuurlijk de vraag en we kunnen nu na de EK, kunnen we de balans opmaken. En dan kunnen we zeggen wie de winnaar was van die wedstrijd. En ik heb ook gekeken, af en toe hier, af en toe daar, maar meestal naar de jongens van VI. Want als ik die jongens van die NOS, die jongens van dat Studio Europa, nou, hoe verschrikkelijk ongezellig wil je het hebben? Dat is zo'n programma. Onvoorstelbaar. Die NOS, de NOS staat eigenlijk voor naadloos, ongehoord, saai. Daar staan die letters van die NOS voor. En dat hebben ze weer helemaal waargemaakt. Want hoe kom je aan die presentatoren die ze hebben bij het programma? Waar hebben ze die vandaan gehaald? Ik denk dat ze gewoon de eerste, de beste supermarkt ingelopen zijn. En dan hebben ze gewoon twee vakkenvullers. Hebben ze gewoon meegenomen. Ze zegt, hier heb je een microfoon. En ga maar lekker je gang en presenteer maar. Dat is, die, ik weet niet hoe die gasten heten. Die ene heet, geloof ik, Jeroen of Sjoerd of weet ik veel wat. En die andere heet, heb ik op moeten zoeken. Die heet Henry, geloof ik, van zijn voornaam. Die gasten die hebben de persoonlijkheid van een koffiefilter. Dat kan toch niet? En wat gebeurde er? Daardoor werden die analisten ook ongelooflijk vervelend en niet om aan te gluren. Nee, de enige die nog een beetje meedeed en er nog was die Avalai die nog een beetje pit erin bracht. En de rest die viel daar een beetje in slaap. Bij die saaie NOS. En wat krijg je dan? Omdat zij de rechten hebben van die wedstrijden. Daar hebben ze dus behoorlijke kijkcijfers natuurlijk. Want de mensen blijven uit gewoonte hangen op Nederland 1. En dan hebben ze ook nog eens een keertje al die wedstrijden. En ja, en dan vallen die kijkcijfers wel mee. Dus slaan ze zichzelf en iedereen die er maar in dat gebouw loopt op de schouders en zeggen tegen elkaar, we gaan lekker, we gaan goed, jullie gingen helemaal niet lekker. En die jongens van VI, die hebben dus niks. Niks wedstrijden, helemaal nul. Die worden ook niet geholpen met programma's daarvoor. Al helemaal niet, want ik weet, zij haalden gemiddeld, VI, 500.000 kijkers. Dit is ongelooflijk hoog. Want ik weet dat uit mijn eigen tijd, dat was het ontzettend moeilijk. Als jij programma's ging maken op EK of WK en je had de rechten niet, knok daar maar eens tegen op. En dat hebben ze gedaan. VI, ja, wat je ook verder van het programma vindt en of je erom moet lachen of niet, in ieder geval er gebeurt wat in die uitzendingen van die jongens. En die haalden toch die kijkcijfers op SBS. Hey, vergeet dat even niet. Die gasten die zitten op een zender waar alleen maar bagger voorbij komt. En toch haalden zij 500.000 kijkers in de vooravond en later op de avond. Nou, ik maak daar toch een hele kleine buiging voor. Want ik weet hoe knap dat is. En mijn winnaar is dus... Fee!